We zijn hier op de Hetgang voor een exclusief interview met niemand minder dan Xavi Simons. Simons, dat is lekker geschoten. Wat een heerlijke goal van Xavi Simons. De Europa League, een prachtig toernooi. Ook voor jou om je te laten zien op Europees niveau. Hoe zie jij de kansen voor PSV in dit toernooi? Ja, ik denk nu begint echt de mooie fase, de knockout stage. En tegen een mooie team. En wij zijn er klaar voor en we gaan ervoor voor die twee wedstrijden. Iedereen doet wel zijn best, ik doe mijn best. En uiteindelijk, alles loopt wel goed, alles loopt wel lekker via mij. Maar ik denk hoe de team nu speelt, we beginnen weer een goede dynamiek te hebben. En dat is het allerbelangrijkste. Ja, Sevilla, mooie stad, Spanje. Zou je wel leuk vinden, toch? Lekker tripje. Terug weer naar Spanje is wel leuk om te spelen, ook zo'n stadion. En met die fans zijn echt ongelofelijke fans. En die team ja, is ook een goede team. Nu beginnen ze wel echt goed te spelen met het team, met de nieuwe trainer. En die karakter, ik denk het karakter van hun is echt top. En ook daar, waar in hun stadion, is het wel echt mooi. Ik denk dat hun kracht is. Ja, er zitten natuurlijk fantastische teams in de Europa League. Wat zie jij nou een mooie tegenstander vinden mocht je het redden tegen Sevilla? Nou, ik denk eerst Sevilla en ik denk alleen eerst aan dat en dan zullen we wel zien. Ik zou alle teams wel van de Champions League wel willen spelen. Het is wel mooi, maar eerst Sevilla en daarna zullen we zien. Wat is de doelstelling van jouzelf in de Europa League? Wat wil jij laten zien? De beste versie van mezelf, dat wil ik laten zien. Ik denk ook vooral het team. Ik wil ver komen met het team. Hoezo zouden we niet kunnen winnen? Dat denk ik erna. Maar het is eerst stap voor stap. En dan zullen we zien wat gaat gebeuren. Maar ik wil winnen. Dat is het. Wat is nou een speler waar jij met veel bewondering naar kijkt? Ik heb tegen Arsenal gespeeld en ik heb tegen Bukayo Saka gespeeld. En die is wel echt een jonge speler, maar een topspeler. Ik denk dat hij ook echt van de nieuwe generatie ook van de goede spelers is. Ja. Snelheid, de 1-1. Ik denk hij is... Hij kan scoren, assist geven, dus ik vind hem echt een goede speler. Hazard en Van Aanholt zijn bij de selectie gekomen. Wat zijn hun toegevoegde waarden op de selectie? Patrick kende ik al van een tijdje, dus we hebben altijd contact gehouden. Hij vertelde me dat hij graag hier wou komen en ik zag het ook in hem zitten. Ik denk ook iedereen. Spelen met veel kwaliteit, snelheid, powers. Alles kan aanvallen, verdedigen. Dus dat dit gedeelte helpt ons wel echt veel. Thorgan is bedolmen gespeeld, kwaliteit, Champions League niveau. En je ziet het ook aan zijn spel, dat het gewoon kwaliteit is. En dat brengt wel plus in het team. Ja. Als voetballer krijg je natuurlijk veel complimenten, maar jij nu des te meer. Wat doet dat met jou? Kijk, om eerlijk te zeggen, die aandacht heb ik wel sinds jong gekregen. Maar... Ja, nu begint het ook meer omdat het ook in het hoogste niveau is van het voetbal, zeg maar, in Nederland en Europa League. Dus nu begint het ietsje meer te worden, maar ja, ik probeer het gewoon wel light te nemen. Het is wel bijvoorbeeld voor mijn zusje is het wel spannend voor haar, want zij ziet het nu pas. Ze maakt het nu pas mee. Dus voor haar is het denk ik meer spannender dan voor mij. Maar het is wel mooi om zulke dingen te horen, maar... Uiteindelijk moet je het gewoon laten zien op het voetbalveld, wedstrijd na wedstrijd. Dat is het wel het doel. Ja.